Spijkers gaat over liefde en verlies, leven en dood, oorlog en vrede, drank en vrouwen, omdat een mens moet zingen en dansen om te overleven. Ik was 14 en voor het eerst verliefd op een meisje in Joegoslavië. De mooiste cadeautjes die ik van haar kreeg waren bandjes met daarop haar Balkanmuziek. De Balkanoorlog brak uit en ik heb het meisje nooit meer gezien. Maar die muziek is altijd dicht bij mij gebleven. Want ook bij de Aston Brothers heb ik vaak de Balkan Blues gezongen. Maar het grote verschil nu met Spijkers is dat ik op die vaak oeroude melodieën ga zingen in het Nederlands. Je zult weer naar ze lachen, Helena. Als jij ze daar joelend achterlaat. Peer Wittebols, die heeft dus net de Annie M. G. Schmidprijs gewonnen voor het allerbeste theaterlied van 2013. Het is een fantastische samenwerking. Ik stuur hem dat bandje op en dan vertel ik hem niet waar het lied over gaat, want hij verstaat geen woord natuurlijk. Maar ik vertel hem wel wie ik ben, wat ik doe, wat ik meemaak. En dan schrijft hij voor mij een tekst. En de allereerste keer dat dat gebeurde, man, ik schrok me kapot, zo goed was het. Arend Nix is de componist. De samenwerking is vergelijkbaar met Peer. Ik zit thuis te blaren achter mijn piano. Ik neem dat op een bandje en ik stuur dat aan Arend. En hij zorgt er dan voor dat het echt heel goed wordt. En we hebben ook een heel aantal nieuw gecomponeerde stukken gemaakt. Wachten, 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 Helena. Dan fluiten al die mannen jou weer